De jaarlijkse vrijwilligersmarkt van Tiel is dit jaar op zaterdag 1 oktober. Vrijwilligers en maatschappelijke organisaties presenteren zich tussen 11 en 2 uur in het stadhuis van Tiel. Ook proberen ze vacatures voor vrijwilligers in te vullen. De markt is een initiatief van Mozaïek Welzijnsdienst. Volgens de organisatie is het dankzij de inzet van de vrijwilligers mogelijk om allerlei voorzieningen in stand te houden.